Op 18 en 19 mei zijn de Jumbo Race Dagen georganiseerd door Circuit Zandvoort, door Jumbo Supermarkten en Red Bull, met de meest fantastische raceauto's en mooie raceervaringen. Maar we gaan praten hier een uur lang met twee mannen die echt de Race Dagen verpersoonlijken. een wereldster en een man met een wereldidee. Geef ze een groot applaus. Hier zijn Max verstappen en Frits van Eert. Is het? Hey, hi. Zo, mannen, ga lekker zitten. Ja. We gaan het uh, uitgebreid hebben over uh, race, racepassie, racevaardigheden en alles wat daarbij komt kijken, Overeenkomst met jouw ondernemerschap. Maar ik kan het niet laten. Dit is een programma dat lang wordt uitgezonden. Dus het is de dag na een Bijzondere sportprestatie. Max. Oké, okay, nou, vertel het. <laughs> Juventus-Ajax. Ja, dat, uh, dat was een hele mooie wedstrijd. Ja. Nee, ja, dat is super natuurlijk voor het Nederlandse voetbal. En in je PSV hard? Ja, dat. Uh, nee, ik was wel absoluut voor Ajax. Nee, ik vind het gewoon heel mooi. Ook al ben ik geen Ajax-fan, maar het was gewoon een hele mooie wedstrijd. Jullie relatie is een relatie die gebaseerd is uh, op. Vertrouwen met name door jou, Frits in eerste instantie, uh, waarvan je nog helemaal niet wist of er uit zou komen, waarvan je dacht dat het er misschien in zat. Neem ons even mee naar 2013, Op het moment dat je voor het eerst dat contract met uh, Max tekenen. Of moeten we nog verder terug? Ja, neem ons mee in wat er gebeurde. Er gebeurde natuurlijk al heel veel daarvoor. Hè? Uh, uh, Jos verstappen als uh, ja, de Nederlandse Formule 1-coureur. Die een zoon heeft die ongelooflijk goed kan karten. Dat weet je, want je zit in die autosport en je, ja, je bent daar gewoon mee bezig en je volgt dat een beetje. En iedereen heeft dat ook een beetje over dat roesemoest natuurlijk. Ja. God Die Max die, die wint ongeveer alles wat hij maar kan winnen. Dat is ongelooflijk ongekend. Ik ben dan ook al meteen een hartstikke jaloers, natuurlijk, want je zult maar een vader hebben die een kaart voor je bouwt en een kaart voor je kan prepareren en al zijn tijd erin stopt om te zorgen dat het ook echt gaat gebeuren en dan een kind hebt die dat ook nog eens heel goed kan, ja, dan ben ik hartstikke geïnteresseerd en dan ga je daar een beetje volgen en dan uiteindelijk denk je, ja, moet je daar iets met je merk mee gaan doen, ja dan nee, totdat er eigenlijk een heel mooi natuurlijk moment kwam dat uh, uh, de manager en Jos eigenlijk samen met Max, uh, dat vergeet ik eigenlijk nooit meer, want dat was een hele mooie zaterdagochtend met mij uh, op bezoek komen en uh, waarin uh, eigenlijk de vraag gesteld was, van, ja, wil ik daar karten? Misschien wel uh, een oud in gaan. En is het dan toch niet voor Jumbo om daar een keer iets mee te doen. Ja. En, uh, dat was eigenlijk het moment dat ik gezegd heb ja, dat, dat, dat moeten we gewoon doen. Want het is zo uniek uh, wat hij heeft gedaan. En op zo'n jonge leeftijd al. Uh, net de wereldkampioenschap uh, uh, op zak. Met alle andere kampioenschappen. Die er maar oké, okay, maar dat, dat is de zakelijke kant. Maar welk nee. gevoel zat daaronder? Nee, maar dat is geen zakelijke Nee? Wat nee. is het gevoel? Ja, dat is allemaal... De, de, de Liefde de voor nee, sport. want zakelijk. Want wat, wat is dan de zakelijkheid van zo'n beslissing om er wel of niet te doen? Ik ben um, er niet helemaal van overtuigd met alles wat wij sponsoren. En dat is nogal wat. Of dat nou daadwerkelijk omzet toevoegt. Daar geloof ik nog niet eens in, Maar waar ik wel erg in geloof. Ik wil geen merk bouwen... Waar men denkt aan de supermarkt, waar denk je dan aan? Ja? Dan komen we niet de meest sexy achter je gedachten als primair naar boven. Hè? Maar het merk Jumbo staat voor eh, ons DNA, dat samen ondernemen en winnen. En met name het winnen, eh, dat probeer ik met die sport heel erg te symboliseren. Winnen betekent voor ons iedere dag strijdvaardig zijn. Er is altijd wel weer een kans die je weer kan benutten. Er is altijd wel weer iets waar je de concurrent weer mee kan verslaan en, um, en, en, en daarom zijn er zoveel parallellen, denk ik, tussen zaken doen en tussen sport. Maar um, uh, en dat moet je symboliseren, dat moet je symboliseren. En, en dat was Max. En, en, het dan? en, en Max is daar, is, is daar eentje van, ja. En dat is geweldig dat natuurlijk dat die carrière in zo'n stroomversnelling uh, terecht is gekomen. En dat wij dan ja, net op dat moment daarbij mogen zijn en daar misschien ook wel iets aan hebben gedaan. Maar uh, uh, uiteindelijk heeft hij het stuur letterlijk even figuurlijk in handen en Max heeft het echt gedaan en dat is dan mooi dat je op die manier samen mm -hmm. uh, uh, dat winnen zo mooi kan beetpakken en uh, uh, dus de toegevoegde waarde voor ons bedrijf is het winnen symboliseren, het maken van helden, het gaaf vinden uh, wat er met het jumbo merk allemaal wel en niet gebeurt. Nou deze wereld zit er helemaal achter, dat weet jij al lang natuurlijk, maar dat wist je toen nog niet of wel meteen toen de allereerste contacten. Ja, nou ja, kijk, ik denk sowieso altijd dat het eerste gesprek is een beetje aftasten wat er allemaal gebeurt. Maar ik, ik merkte wel meteen dat Frits natuurlijk enorm enthousiast was. En ja, enorm oud liefhebber ook. Dus um, ja, ik wou ook winnen. En zoals Frits natuurlijk al uh, uitgelegd heeft, denk ik ja, dat dat dan ook gewoon super bij elkaar past. Had jij dat gevoel toen al in die, in die kaartwereld waar Fritz over praat? Iedereen sprak toen al over je en uiteindelijk is het ook uitgekomen en het kan nog meer uitkomen. Maar goed, maar op dat moment in je kaart, wat iedereen al over het talent max verstappen, heeft dat je op een of andere manier ooit dwars gezeten, dat met name ook nou, commercieel wordt je meteen natuurlijk omarmd, maar dat brengt ook een bepaalde uh, druk, een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee? Nou ja, het is altijd maar de vraag: van, van de kartsport, als je dan in de oudsport stapt, hoe goed dat je het gaat doen. Ik denk dat er ook genoeg voorbeelden zijn waar het allemaal wat lastiger is gegaan. En, um, ja, voor mij was het altijd uh, ja, ook even afwachten hoe het zou, zou gaan. Maar Vanaf de eerste test in, in, in de oudsport um, voelde het wel goed aan. Um, alleen dan moet je natuurlijk de moeilijke keuze maken: welke klasse ga je doen? Waar ga je beginnen? Ja, ik voelde me persoonlijk beter bij de Formule 3, maar dat was natuurlijk wel meteen een hoge stap. Maar als, als de coureur, denk ik dat ja, zich beter bij voelt dan moet je er wel voor gaan alleen kostenplaatje ging natuurlijk ook omhoog ten opzichte van een andere klasse dus dat is allemaal niet zo makkelijk om om bij elkaar te rijden um, of bij elkaar te krijgen maar gelukkig denk ik gedurende het seizoen ja is dat wel uh, ja goed, uh, goed tot ze recht gekomen ja op welke manier heb jij geprobeerd uh, steeds dat uh, winnen vorm te geven vanaf dus in, met name in je jongere jaren. Kijk, nu snap ik het, maar met name toen je nog niet dat budget had. Toen je nog niet alle mogelijkheden had. Toen je veel beperkingen kende. Nee, nou ja, alles stond uh, om het binnen uh, ingesteld. Ook thuis zo. Als ik uh, met mijn vader toen ik vier, vijf jaar oud was. Uh, achter de PlayStation zat en uh, een MotoGP-spel zat te spelen, waar ik ook winnen. En als dat niet lukte, dan uh, ja, was ik niet blij. Liet hij uh, je wel eens winnen? Nou, uh, toen ik vier was, denk ik dat we nog uh, enorm aan elkaar gewaagd waren. <laughs> uh, alleen dan kreeg je weer het verhaal van uh, in de laatste bocht, en vooral op mijn motor natuurlijk, dan kortte hij de paan af. En dan reed hij natuurlijk <laughs> vol tegen mij aan. En dan ketste ik natuurlijk de grinbak in, en dan kon hij door. Dan uh, herstartte hij natuurlijk op het asfalt. En allemaal dat soort dingen, ja, dat komt dan niet tegen. Dan huilend de kamer uit, en dan vijf minuten later kwam ik weer terug, nog een keer. En dan wel winnen. En ging je dan niet achter je aan om je, om te, om je gewoon hij liet je liedje gewoon gaan? Nou, op een gegeven moment kon ik niet, niet, natuurlijk niet bijhouden. Maar in, in dat jaar. Wel, dat is waar we gewoon enorm aan elkaar gewaagd. Ook al denk ik dat in dat spel ook iets verwerkt zat... dat als degene wat achter je lag, die kwam er automatisch ook wel wat makkelijker bij. Dat is nu ook voorbij. Ook okay. Spellen zijn natuurlijk ook zijn eerlijker. Maar jij had, vanaf moment één had jij dat winnaarsgevoel en ja. ook... Ja, ik kon er niet tegen als ik tweede werd. Ja. Dat heb ik altijd wel gehad. En is ja. dat een hele belangrijke drive um, om misschien net iets gevaarlijker... ook in die kaartperiode, zeg maar beugelperiode... Terrein, ja, ja. ja, mooi. Ah. Maar, <laughs> Hoe oud nee, je? Ja. Hoe uh, al ben je, joh? Uh, 2012 denk 12. ik. Ja, 12, dit is voor mijn eerste overwinning internationaal. Ja, dat was wel mooi. <laughs> <Ja>. <laughs> Hoe vierde je dat toen? Zo, heel blij en uh, meteen die avond in de bus terug naar, uh, naar Nederland terug. Dus, uh, dus, ja, dat was ook in het zuiden van Italië ook nog, dus uh, 16, 17 uur. Maandag weer naar school. Ja, Ma nou ja maandag namiddag, ja. Uh, ja. vol gasten de Net hele weg. avond. Uh, hele nacht door. Wat eens een bankje achter in de bus. Dus uh, ik kwam goed uit. Ik sliep zoals ik thuis ook sliep. En met deze overwinning, en gewoon sowieso met het hele kaartverleden, had je al meteen het idee van oké, okay, luister, dit is niet alleen mijn hobby. Dit wordt mijn leven. Ja, dat groeit zo. Ik, toen ik uh, nationaal reed, was niet meteen het doel van mij uh, Formule 1. Ik vond dat. Ten eerste gewoon heel leuk om te doen. Alleen natuurlijk in die jaren, zoals metaan, 2010, dan is het, wel het einddoel. proberen je natuurlijk wel de verleend te behalen. En daar ben je dan ook druk mee bezig om je natuurlijk te laten zien. Probeer jij, probeer jij ook van Max als coureur te leren, Frits? Ja, natuurlijk. Nou, je, Heb je iets van hem geleerd? Nou, ik, uh, ik denk dat heel veel mensen iets van hem geleerd hebben. Want ja, maar jij, uh, ik ja, ik ook. Want uh, je, uh, we rijden allebei wel eens op hetzelfde circuit. Niet tegelijkertijd, maar dan ben je zo een beetje die beelden aan het kijken van hoe je die lijnen eigenlijk aansnijdt. Daar weet je inmiddels ook iets van. Ja. Het lijkt allemaal zo normaal. Je hebt een rondje, je rijdt een rondje. Maar ja, het is net waar zitten de rempunten? Waar stuur je precies in? En waar zit je Apex? en Waar kom je dan uit? En hoe doe je dat dan? Ja, dan, dan ontdek je altijd wel weer iets. En denk je, jeetje, zo kan het dus ook. En uh, probeer me te beschrijven hoeveel. We weten dat hij beter is. Ik bedoel, bij, bij is beter iedereen hier in de zaal. Maar wat maakt hem beter? Waardoor jij denkt: oeh, dat wil ik. Dat, is dat het aansnijden? Is dat die lijn? Ja, of is dat, dat, dat durf? Is, dat is, uh, ik denk dat je. Um, je moet zoveel beslissingen nemen. Als je een rondje rijdt. Wanneer ga je remmen? Wanneer heb je gas? Ver stuur je in? Noem het allemaal maar op. Het zijn duizenden beslissingen die je moet nemen. En die optelsom van al die dingetjes bij elkaar. Uh, maakt je goed of, of denk ik heel erg goed. Hè? Want hij rijdt in een veld natuurlijk nu. Maar alleen maar uitsluitend hele goede coureurs zit. Die hebben alles al gewonnen. Er zijn de, ja, de laatste twintig die overblijven. Die komen uiteindelijk in de Formule 1. Maar wat, wat het dan is. Het is niet één ding. Het zijn, het zijn wel duizend dingen bij elkaar opgeteld. En uh, ja. dat maakt het ook zo uniek. En, en ook zo ontzettend moeilijk voor een ander om te zeggen. Van, nou, dat ga ik dan ook maar eens even doen. Was het maar één ding wat je zou moeten veranderen? Ja. Hè? Dan. Ja, nou, dan hadden wij misschien ook samen in de Formule 1 gezeten. Wie weet. Nou, ik weet sinds vorige week dat ik echt geen talent heb om te racen. Ik heb gereden op een circuit en ik was echt heel slecht. <laughs> ik, ik, het was echt... Het was Je kunt ontwikkelen, hè? Nou, ik... ik nou, weet je, wanneer je in een auto zit en je hebt dat moment heb je daar dat, je, dat je handen dit doen, dan weet je dat je er niet geschikt voor bent. Nee, precies. Was je <laughs> ja, beetje, ik was je een beetje nerveus. Nou, ik ja. was een beetje <laughs> nerveus, omdat ik, wat jij zegt, dat insturen en de, de bocht op de juiste manier pakken ja. en op de juiste momenten remmen. En ik moest dan één ding doen: mijn bandentemperatuur in de gaten houden. Uh, 56 graden, het mocht niet warmer worden dan. Maar de mijne was 58 of zo en het moest naar beneden. Ik had geen idee nee. hoe ik werkelijk <laughs> paniek. Ik reed automaat, Max automaat. <laughs> nee, ja. ja. dat ging zelfs niet. <laughs> maar jij hebt natuurlijk steeds, vaak, steeds meer verantwoordelijkheden erbij gekregen, ook in de auto. Um, wat zijn de dingen waar bijvoorbeeld je vader of andere leermeesters jou op moeten wijzen? Van, let meer daarop. Zijn er dingen geweest die steeds terugkwamen? Dat zijn dingen van kleins af aan allemaal verschillende dingen geweest. Want het is natuurlijk niet... Ja, van, ik, begon, ik ben begonnen toen ik vier jaar oud was natuurlijk. Dus zit niet meteen met allemaal knopjes op het nee. stuur en allemaal dat soort dingen. Dus daar groei je ook een beetje in. En uh, ik denk dat dat over het algemeen bij alle sporten wel is. Um, ja, met mijn vader... Um, ...is zoveel tijd doorgebracht... ...en ik denk het meeste waar ik ook uh, aan gehad heb... ...is in de regen bijvoorbeeld. Dan ging hij ook op de baan staan... ...en dan mij wijzen van... ...nee, je moet hier rijden. Daar ligt meer grip. En op een gegeven moment kreeg ik het zelf ook door van... ...oké, okay, nu moeten we verschillende lijnen proberen. Daar ligt wat meer grip, daar wat minder. En dan... ...ja, je hebt wel even, denk ik, dat setje nodig... ...van iemand die wat er wel verstand van heeft... ...om je dat te wijzen. Want als je gewoon niemand... Als niemand je dat uitlegt, ga je het gewoon ja, de hele tijd verkeerd doen. Lopend op de baan? Gewoon echt. Ja, hij stond gewoon midden op het screen. Dus ja, ik kon hem ook verrijden als het moest. Maar hij vertrouwde mij natuurlijk wel genoeg. Dat hij, hij gebruikte zichzelf als richtpunt waar jij op moest rijden? Nou ja, of omheen of aan de binnenkant. Soms dan zei hij van buitenom. Of soms zei hij van nee, je moet aan de binnenkant. Maar hij staat daar dus wel midden op het asfalt. Dus, In uh, de regen? Ja. Met slipgevaar? Ja, als ik mij verrem dan uh, is het niet goed. Ja. Heb je wel eens verremd? Uh, nou, ik kan wel een paar keer verhinderen, maar dan stuur ik wel gelukkig de andere kant op. Maar wel dan natuurlijk vol de hek in. Maar ja, dat is beter dan mijn eigen vader raken, denk ik. <laughs> ja. maar, dat, maar die liefde, hè? is dat misschien wel de belangrijkste onderliggende emotie die jullie met elkaar hebben? Met name van jou naar hem ook, Frits. Die race-liefde? Oh, ik dacht uh, romantiek. Nou, die is iets minder. <laughs> <laughs> nou ja, goed. ja, Het is, het, het is een bepaalde levensstijl. Zo, zo moet je het zien. Hè? Zoals hij net even zit te vertellen. Toen hij vier jaar was, dat zijn vader midden op de baan gaat staan om de juiste lijn aan te geven. Ik kan me één ding eh, voorstellen. Toen ik vier jaar was, ging mijn vader midden op de baan staan om te zorgen dat ik eraf ging en er niet meer in kwam. Hem, <laughs> snap je? Dus, dus dat, 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 dat ontstaat. Daar dat, 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 dat vergroeien ze samen helemaal in. Helemaal in. En, ik, ik kijk daarna als een racefanaat. Um, ja, en daar kun je alleen maar erg enthousiast van worden. Want dat is zo mooi dat je zo ver en zo diep wil gaan. om het uiterste eruit te halen. Niet alleen nu, nu in de Formule 1 zit. maar dat begon al 10, 15 jaar geleden. Nou, behalve uh, ik uh, zijn er ook een, aantal, een paar studenten die uh, vragen willen stellen. Justin Roosendaal, waar ben je? Oh, even staan. Microfoon. Naam, toenaam, vraag. Hello, Justin. Um, mijn naam is Justin Roosendaal. Ik doe de opleiding autospuiter. En mijn vraag was, wat is je droomauto van vroeger en wat is je droomauto nu? Die is aan mij. Aan Max. Aan Max, oké. Okay. 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 Nou, ja, ik, ik schaam me daar eigenlijk wel een beetje voor. Vroeger, uh, ik vond altijd een, uh, een Viper, vond ik altijd heel mooi. Waarom schaam je je daarvoor? Ja, ik weet niet. Ik vind, als ik er nu op terugkijk, uh, totaal niet. Ja, een beetje kitsch, maar... Maar, maar ja, 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 ik. Uh, toen, dat, ja, toen ik vier, ja, drie, vier jaar auto's was, uh, ik dacht van die kleine autootjes, uh, de waren een Viper, vond ik wel mooi. En nu? Um, nou, ik denk dat die nog moet komen. Einde van het jaar, begin volgend jaar. Van, uh, van Aston Martin, die Valkyrie, ik denk dat dat wel een enorm brute auto wordt. Heb je hem al besteld? Nee, nou ja, ze zijn nu in bezig met de ding te ontwikkelen, dus ik uh, ben benieuwd hoe hard het gaat. Wat hoop je? Nou ja, wat ik heb gehoord, uh, gaat hij aardig hard, komt hij redelijk in de buurt van een uh, ja, LMP1. Het is een LMP1 en een 2016 Formule 1-auto. Hoeveel pk? Uh, nou, als je alles aanzet over de 1100. Maar het gewicht is, is ook rond de 1000 kilo, dus het is gewoon meer dan 1 op één. En dat is natuurlijk wel enorm. Maar die trekt lekker door, hoor. <laughs> ja. <laughs> ja. Frits? Oh, denk, ja, dat, uh, het had altijd met autosport te maken. Uh, voor mij het mocht het wel een beetje in die rallyhoek zitten. Dat vond ik ook altijd heel erg indrukwekkend. Zo'n zo Lancia Delta Integraal rallywagen vond ik wel heel erg stoer. Of een, uh, of een oude Ferrari uh, 512 of zo. Dat, daar kreeg ik wel hardklopping van. En, uh, uh, en, en als hardklopping het... betekent veel naar kijken? Ja, ja, dat is alleen maar kijken. Plaatjes of eens een keer een autobeurs. Uh, misschien eens een keer aanraken of zo. Dat was allemaal niet zoveel, maar dat uh, en nu, ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik moet eerlijk zeggen, persoonlijk heb ik niet zo heel erg veel meer met moderne nieuwe auto's. Ik vind het allemaal een beetje, een beetje, synthetisch. Het is allemaal, het lijkt allemaal vol op elkaar. Uh, het gaat allemaal hard, het gaat ook allemaal niet meer stuk. Het is, uh, het is ook allemaal best wel mooi. Dat springt voor mij op dit moment niet echt. Maar je rijdt toch een auto of niet? Ja, ja. Dus ja. wat rij je nu? Ja. Uh, <laughs> Dat is altijd een hele lastige vraag. Ja. Uh, ja. Oh, ja, 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 ik snap het. Sowieso? Nee, ik weet niet. Ik het <laughs> ook niet. Weten. Doe je? Ja. Nee, ik, ik hou toevallig ook al erg van het merk Aston Martin. Oké. Okay. Echt geweldig. Daar vind ik nog een van de weinige echte pure auto's die mooi gebouwd zijn: en, uh, DB8. Een DBS. DBS. Ja, iets sneller. Nice. Ja. Lekker. Oké. Okay. Mirte, waar is Mirtha? Oh, hier. Hi, ik ben Meert, ik studeer journalistiek aan Fonds Hogeschool in Tilburg. Uh, hierop aansluitend, eigenlijk met vroeger en nu, uh, een vraag voor Max: zou je liever met de huidige Formule 1-auto willen rijden of laten we zeggen met de auto van 25 jaar geleden uit je vaderstijdperk? Nou, ik ben wel blij met mijn eigen auto hoor. Ja, het is, wel, uh, het is ook wel een stuk veiliger. Ook um, als ik terugkijk naar bijvoorbeeld die crash wat ik had in Monaco. Ja. Ik denk als ik die uh, 15, 20 jaar daarvoor had gehad, had ik allebei mijn benen gebroken. Dus uh, ja, nee, ik, ik zit goed. Me ook nu, ja. Ja, nee, ja dit, ik zou het wel een keer willen proberen, maar ik denk dat ik wel redelijk snel weer overstap naar, naar nu. Maar dat is denk ik ook omdat ik er vertrouwder mee ben. Ben je nostalgisch? Zou jij het vroeger willen? Nou, qua veiligheid niet, nee. Nee, dat, absoluut niet. Maar je moet mij nu ook niet een moderne auto neerzetten, denk ik. Nee, ook niet. Nee. Hè? <laughs> heb jij je, heb je wel eens een gevoelens voor auto's van vroeger Frits? Ja. Ik, uh, ik mag ook te gelukkig zijn dat ik er af en toe wel eens meer rijd met, met Formule 1 auto's uit, uit die tijd. En, uh, uh, maar dat is natuurlijk allemaal heel persoonlijk. Hè. Als ik kijk naar de moderne Formule 1 auto's, dan vind ik dat wat minder spectaculair. Hè, want het geluid is wat anders geworden. En, uh, uh, en het gaat ook niet meer stuk, hè? zoals Mark net zegt. V of ja. veel minder stuk. Ja. Ja. D D dit jaar in ieder geval. nu toe. We zijn heel voorzichtig met deze uitspraak. Maar nou, het was in die tijd allemaal veel uh, fragieler. Hè? En, het, het, uh, en het, de snelheidsbeleving was in die tijd denk ik ook wel een beetje anders. Ja, maar het is, het is, het is echt geweldig hoor. Want uh, in dit soort moderne auto's heb ik zelf nog nooit gereden. Mijn jongste auto waar ik ooit mee gereden heb is een van de auto's waar... Uh, Jos, een van zijn laatste Grand Prix meegereden, de, de laatste Minardis. Een Minardi. van de laatste Minardis. Maar dat, uh, dat is wel geweldig om mee, om mee te kunnen sturen op Potverdorie. Dat, is, uh, dat gaat wel hard. Ja. We hebben nog meer vragen. Uh, Anouska, waar ben je? Ah, daar. Hoi, ik ben Anouska Landman. Uh, ik doe verkoopmanager mobiliteitsbranche. En uh, mijn vraag is: wat zou jij willen veranderen binnen de F1? Oké, okay, um, banden. Ik denk op dit moment uh, dat ze wat te gevoelig zijn. Ze, uh, ze raken veel te snel te overhit. En uh, ja, dan ga je gewoon meer glijden en dan kan je ook mensen niet volgen. Want dat is ook een groot probleem op dit moment. We kunnen niet echt vechten met elkaar tijdens een wedstrijd. En natuurlijk, door de DRS komen we wel dichterbij. Maar uiteindelijk wil je niet van de DRS afhankelijk zijn, vind ik. Uh, voor je je de banden verder. Wat, wat zou ideaal zijn qua banden voor jou, vind je? Ja, ideaal gewoon dat ze uh, ja, minder gevoelig zijn. Denk, uh, Qua temperatuur, dan. Ja, qua temperatuur. Ja, dus als je dicht achter iemand komt, dat ze gewoon niet zo snel omhoog gaan. En ook bijvoorbeeld nu, uh, tussen één snelle ronde, moet je zo langzaam rijden om nog een snelle ronde te doen. Omdat Want ze, ze eerst eerst Ja, ze moeten eerst afkoelen en dat duurt allemaal veel te lang. Dus soms kan je ook echt niet harder. Omdat je gewoon echt die banden moet laten afkoelen. Ja, nee, in, in de wedstrijd is dat ook zo. Dan moet je gewoon natuurlijk binnen een bepaalde piek rijden. En uh, anders worden ze veel te warm. Uh, dus ik zou ook liever in, in, in een wedstrijd ja, veel harder willen rijden en hey, wat is veel te niet. warm? Hoe, hoeveel graden is dat? Nou ja, over de 120-130 graden. Oké, okay. wat natuurlijk wel extreem is. Oké, okay. banden, uh, wat nog meer? Um, minder afhankelijk van de, van de motoren. Op dit moment denk ik dat er nog een te groot verschil is tussen, uh, tussen de fabrikanten. Want op dit moment, ja, de afgelopen jaren is het meestal gewonnen door degene ook met de beste motor. Dus ja, ik denk dat je dat over het algemeen wel binnen de 20-30 pk moet houden. Um, en dan qua, qua aerodynamica, ja, voor mij hoeft het niet zo hard te gaan zoals het nu is. Als je maar gewoon echt beter met elkaar kan racen. Als je elkaar een tikje geeft en dat breekt het af, dat het niet meteen een halve seconde uitmaakt. En, en dat, dat is nu. Is, wel ja, zo. nu als je soms iets haalt over een curve en rijdt, breekt natuurlijk uh, de helft van de auto af van de onderkant. Um, ja, dat wil je niet. Eigenlijk alles wat jij zegt is, creëer een beter playing level field. Het moet gelijkwaardiger aan elkaar worden, waardoor je meer tegen elkaar kan racen. Ja, op het algemeen wel. Volgens mij ook de, de laatste wedstrijden in China gebeurde er ook niet zoveel. Was best saai. Ja, vond ik ook. Ja. Ja. Ja, voor mij nou, gebeurde er ja, ook weet niet veel. Nou, weet, weet je wat ja. je nu hebt natuurlijk? Bottas uh, gaat beter rijden. De, dus McLaren gaat, uh, is, 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 is voorop. Dan heb je die twee Ferrari's. Mercedes. De, of, sorry, Mercedes. Ja. En dan ga jij bent nog wel voor die Ferrari regelmatig. Van nu. Dus jij bent echt de best of the rest. Dan heb je Renault zit er nog tussen. Haas komt er een beetje achter. Maar het, het is zo... Um, ja, de, de verschillen zijn te groot. Je hebt ja. de top drie teams en dan ja, van drie naar vier. Dat, dat is al uh, bijna een seconde per ronde. En dat is bijna uh, ja, een rondje dat je, je lapsen zeg maar, in, in de wedstrijd. Dus ja, dat verschil is wel enorm groot. Dus als je dat allemaal wat dichter bij elkaar kan brengen, denk ik dat het sowieso al uh, een veel mooiere hmm. wedstrijd wordt. Is dat frustrerend als sportman? Nou, naar voren toe natuurlijk. Uh, wil je, ja, je wilt altijd voor de overwinning meedoen. En natuurlijk in de Formule 1... Um, is dat altijd wel zo geweest sinds 1950, dat, dat er verschillen zijn? Alleen ik denk dat ze nu wel bezig zijn om het iets dichter bij elkaar te brengen. Frits, wat zou er moeten veranderen in de Formule 1? Uiteindelijk wil je als kijker uh, wil je veel meer gevechten zien. En, uh, en niet alleen tussen 1 en 2, maar eigenlijk door het hele veld heen. Zou het zou natuurlijk geweldig zijn als uh, zo'n veld veel en veel dichter bij elkaar zou kunnen komen. Het lijkt me ook heel erg leuk om een spelregel bijvoorbeeld te kunnen maken waar je kan kiezen uit een aantal opties op zo'n auto, maar niet alles. Geen traction control en dit en, en dat en zo, en zo, maar pak er één of twee uit. En uh, dat, het, dat het verschil bij die auto's misschien uh, uh, ook op sommige vlakken wat groter kan worden, maar op die manier ook wat dichter bij elkaar kan brengen. Maar nou zit er eigenlijk alles op. Ik snap dat dat gebeurt, want F1 wordt ook gezien uh, als de innovatie. Daar moet alles ontwikkeld worden om uiteindelijk weer door te geven, uiteindelijk aan de gewone auto-industrie. Maar um, uh, als ik zie hoeveel computers uh, jullie bij hebben om zijn auto te starten en om een weekend te runnen, hoeveel mensen daarmee bezig zijn, dan is het eigenlijk heel veel data geworden, hoe ze het ding precies kunnen afstellen. Hè, waarin um, Als we bijvoorbeeld 20 jaar terugkijken, had je minimaal zoveel monteurs bij om iedere keer een versnellingsbak te wisselen of een motor iedere keer te wisselen. Nou, de motor moet nou een paar wedstrijden meegaan. Dat is natuurlijk allemaal super knap dat dat ook allemaal kan. Maar um, de complexiteit neemt daardoor ook wel weer toe. Hè, want je gaat het weer zoeken in de kleinere dingen. En als ik het zou mogen zeggen, dan, uh, dan uh, maak ik daar zo een menukaart van. Nou zeg het maar, teams, waar wil jij een in onderscheiden? Uit kiezen. En dan gaan we maar kiezen. Hmm. Nog eentje, Patrick. Hallo, ik ben Patrick Reeft en ik heb in principe een vraag voor Max. Uh, ik studeer nog um, op dit moment verkoopmanager, ook in de mobiliteitsbranche. En mijn vraag voor jou is eigenlijk: uh, mocht er plek vrijkomen van bottas bij Mercedes, denk je dat Lewis Hamilton dan het, het aan zou durven of denk je dat, uh, dat hij gelijk de in erin gooit? Nee, tuurlijk zou hij dat doen. Ja, hij zit natuurlijk goed bij zijn team. En, uh Waar, waarom zou hij stoppen? Hij heeft natuurlijk een winnende auto ook op dit moment. dus uh, Hij voelt zich goed. vijf keer wereldkampioen. Dus ik uh, denk niet dat hij zomaar stopt. En, um, ik, uh, ik heb een contract bij Red Bull. Dus, uh, en daar ben ik ook heel blij op dit moment. Um, goed gevoel. Ik kan goed met de mensen overweg. We zijn um, hard aan het werk om natuurlijk samen met, met Honda ook het voor elkaar te krijgen. Dus het is een heel interessant project op dit moment. En um, daar ga ik ook vol voor. Wat merk je aan het uh, uh, verschil tussen Japanners en uh, Fransen, los van de kwaliteit van de motor? Ja, die, die vraag die heb ik al een paar keer gekregen. Weet ik. En ik, uh, ik zeg altijd, ik wil niemand afzeiken. Oké. Okay. Ja, uh, Alles wat hierna komt, is niet goed, hè? <laughs> ja, het is... Uh, ik, ik vind het heel plezierig om met Japanners samen, samen te werken. Ze zijn heel rustig, maar enorm gemotiveerd... en enorm gefocust op wat ze moeten doen. Ze weten echt hun rol binnen het team. Um, en ook, als ik bijvoorbeeld een probleem heb... Um, ja, ze, ze lossen het enorm snel op. Um, ze hebben natuurlijk de testbanken in Japan, in Sakura. Ze hebben ook een uh, fabriek natuurlijk in Milton Keynes, dus ook waar Red Bull zit in de buurt. Dus dat is ook al he heel fijn dat ze zo dicht bij elkaar zitten. En uh, bijvoorbeeld als we op een vrijdag problemen hebben met een motor of schakelt niet helemaal lekker, dat, dat soort dingen. Dan uh, gaan ze meteen volgens op de testbank kijken hoe ze dat kunnen verhelpen. En uh, soms heb je dan ook de dag daarna, als je dan weer instapt, alweer andere settings in de motor om, om dat te verhelpen. Um, en dat was van tevoren allemaal wat lastiger. En um, ja, enorm goed voorbereid. Ook als je op een weekend komt, de motor is gewoon helemaal compleet. Hij wordt uh, erin gebouwd, weer en alles doet het gewoon. En wat ik ook uh, heel mooi vind, is bijvoorbeeld uh, kleine stekkertjes. Als je die insteekt, dat gewoon de stikkertjes van aan de motorkant en het stekkertje, dat het ook gewoon perfect tegenover elkaar staat. Het staat gewoon aan. Nou ja, het. Klopt gewoon allemaal. Het staat gewoon allemaal perfect tegenover elkaar. Je weet precies waar het in moet. Allemaal dat soort dingen. Dat ja, is gewoon heel georganiseerd. Is het? Je, je maakt je, toen het vorig jaar werd aangekondigd dan maak je een bepaalde verwachtingspatroon. Heb je voor jezelf, denk ik. Uh, en nu je daadwerkelijk werk ermee rijdt, is dat conform je verwachting? Is dat boven je verwachting? Nou ja, ik wist natuurlijk wel wat we konden verwachten van de testbankresultaten in, in de winter. Dus ja, ze hebben alles geleverd wat wat daar ook op de testbank was. Dus um, ja, het valt, het valt zeker niet tegen. Natuurlijk, ze weten ook dat ze nog uh, ja, hard aan de slag moeten om uh, Ferrari en Mercedes bij te benen. Maar daar zijn we natuurlijk nu mee bezig. Hoeveel um, procent van je vermogen heb je op dit moment in de auto? vergeleken met wat je nog kan krijgen? Moeilijk zeggen. Elke dag volgens mij worden er wel weer stappen gemaakt. Dus ja, dat blijft altijd een, uh, een proces zeg maar, waar, ze, waar ze mee bezig zijn. Ja, maar jullie zijn wel nog steeds aan het, aan het uh, updaten en, en verbeteren. Ja, absoluut. He? Iedereen natuurlijk ook. Ja. He. Alleen wij proberen het natuurlijk net iets beter te doen dan, dan de ander, omdat we natuurlijk ook nog een, een, een in moeten maken. Hoe, hoe kijk jij ernaar, Frits? Ik bedoel, als liefhebber, als uh, sponsor van Max, maar ook als Formule 1-kenner. Uh, Toen je dat hoorde, Honda overstap, je, word je dan uh, gretig? Word je dan... Ja, heel erg. Ja, Ze hebben natuurlijk, uh, net zoals Renault, heeft ook een geweldige geschiedenis hoor, in de Formule 1, maar Honda ook. En uh, <kwijnt> ja. Dat de, de, de commitment van, uh, van ook die cultuur die daaromheen zit, is natuurlijk zo ontzettend sterk. Dat het gaat om, echt om, om dat winnen. En, uh, ja, we weten wat ze investeren per jaar. Nou, dat gaan ze echt niet doen. Dat ze het leuk vinden om uh, eens een keer wat te doen in Formule 1. Die, die willen maar één ding. Die willen dat ook winnen. Daar gaan ze ook alles aan doen. Dus ik denk dat dat ja, een hele, hele uh, wijze beslissing is geweest. Als ik dat van een outsider zo over, mag, over iets mag zeggen en kan zeggen. Om, om, om dit te doen. En je komt altijd van ver, want je moet altijd weer opstarten en het moet allemaal weer op zijn plek vallen. He, ze zijn natuurlijk even een tijdje weer uit de relatie geweest en ze komen weer terug, He, maar, uh, maar wel met de juiste intentie. Dus dit, uh, hier verwachten we heel veel van. Jullie hebben nog een uh, mooie overeenkomst, los van die um, uh, race-liefde en um, sponsorverhouding. Uh, je hebt het net al even over gehad, of jouw vader midden op de baan. Uh, jullie vaders zijn heel belangrijk geweest in jullie carrières, uh, wat jullie doen. Uh, als jij, uh, Frits, uh, één les van je vader zou moeten noemen, waardoor je bent wat je nu bent. Ja. ja. Welke is dat? Ja. Nou, dat is een hele mooie. Omdat uh, <coughs> ik natuurlijk opgegroeid ben in een, in een familiebedrijf. Uh, en in een familiebedrijf wil zeggen dat. Uh, uh, dat je. de familie is ook het bedrijf. En andersom. Gaat het goed met het bedrijf, dan heb je een hele blije familie. En gaat het niet goed met het bedrijf, dan heb je een minder blije familie. Uh, Dan wordt iedere dag, uh, draait het om de zaak, hè? dat zijn van die termen, uh, daar ben je ook altijd mee bezig, dat is, dat is een non-stop proces. Ik heb als kind altijd gedacht dat mijn uh, carrière veel meer zou liggen in die automotive hoek. Uh, niet zozeer verwacht dat ik thuis de zaak in zou gaan, maar lang vooral kort maken, ik heb de mazzel gehad dat ik in het buitenland kon studeren, ik ben in Amerika gegaan, daar kwam je in supermarkten, waar je zegt van jeetje, dat is mooi. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Enorme dingen. Enorme dingen. Waarom hebben we die in Nederland niet? Nou, er komen allerlei restricties aan waarom dat niet kan. Hè, met bestemmingsplan en eh, commercieel is het allemaal veel lastiger. Uh, waar altijd in is blijven zitten zo van. Um, hoezo kan dat niet? Hè? Dat, het, kan, het kan wel. En we gaan ervoor zorgen dat het wel gebeurt. Nou, uiteindelijk hebben we die grote winkels natuurlijk nooit gekregen zoals in Amerika. Want in dat logisch, past dat hier niet. Maar we hebben wel die met diezelfde spirit zijn met ondernemen gegaan. Zijn we hebben ons bedrijf omgebouwd van een groothandel. Dus wij leverden aan supermarktbedrijven naar een eigen retailkanaal. We gaan zelf onze, naar, naar, de, naar de consument toe. En wat ik van mijn vader ook echt geleerd heb, die dat ook volledig mee eens was natuurlijk, uh, 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 dat hij mij altijd heeft laten gaan. En altijd gezegd van ja, ik heb heel vaak van hem gehoord van weet je dat wel zeker dat je dat zo zou doen? Als ik jou was, zou ik het anders doen. En dan kun je er beter maar wel naar luisteren. Maar dat doe je natuurlijk niet altijd. Want je bent jong. En je hebt je eigen ideeën. En je wilt niet in een keurslijf zitten. Uh, waar ik ook nooit, wat ik nooit heb gezeten. En dat denk ik wel. Maar toch wil je ook loskomen van je vader. Want je, je bent je eigen man. Nee, nee natuurlijk. En, en, maar um, als ik dat gewoon kijk op zakelijk niveau. ben ik dat eigenlijk altijd wel geweest. Want gelukkig deelden we ook wel hetzelfde idee. Maar het is nooit vanuit. Alleen zijn leest geweest van en zo zal en moet het gebeuren. Wat ik van hem geleerd heb: laat iemand nou maar los. Want als iemand echt wil en echt kan, eh, dan, komt dat, dan komt dat vanzelf ook goed. En heeft hij altijd gedaan. En daar kan ik enorm in hem bewonderen. Max, jij? jouw Nu nog steeds adviserende rol? Of misschien ja, de ja, belangrijkste natuurlijk. rest misschien. Altijd, altijd. Ik heb het uh, met hem elk weekend wel over de setup of wat ik ga doen. Uh, ik laat hem altijd wel weten wat er natuurlijk gebeurt, ook al is hij er niet bij bijvoorbeeld. Um, wat denk ik, ik altijd het uh, belangrijkste meegekregen is altijd jezelf zijn. En met beide benen um, op de grond blijven staan. Dat is altijd heel belangrijk, vind ik. Want natuurlijk als je succes krijgt en er komen mensen om je heen die alleen maar zeggen, oh je bent geweldig en dit en dat. Uiteindelijk moet je daar niet naar luisteren, je moet er gewoon neutraal in blijven staan. En um, ja, ik, mag, ik denk dat ik wel van mezelf mag zeggen dat ik dat altijd heb, heb gedaan en nog steeds doe. En natuurlijk. Um, is dat in de verleden soms wat, wat lastiger dan, dan uh, van tevoren? Maar um, dat is wel een van de belangrijkste lessen geweest. En um, ook heel veel zelfvertrouwen hebben. Altijd in jezelf geloven. Want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen om je heen in, in die racewereld die je proberen natuurlijk neer te halen. Hoe? Neg negatiever zijn of hè, wat, het, wat je wat moeilijker proberen te maken, dat is, dat is er altijd wel. Afgunst, dat soort dingen. Wordt het, wordt het moeilijker uh, naarmate je meer uh, en langer rijdt in de Formule 1 en langer in die wereld bent om jezelf te blijven? Want je krijgt natuurlijk steeds meer commentaren, steeds meer publiek, steeds meer mensen die van heinde en verder komen en alles van alles over je wil, willen weten of nee, van je vinden? Nee, ik vind eigenlijk niet. Ik denk op een gegeven moment, um, weet je um, hoe zo'n weekend eruit gaat zien of hoe je leeft natuurlijk ook. Hè, daar krijg je ook ervaring in. Mijn eerste jaar was het ook reizen, reizen, dan weet je je plek vinden. Uh, waar je naartoe gaat of hoe je je, je weken invult. Kijk, nu weet ik bijvoorbeeld: als ik naar dat school ga, wil ik in dat hotel zitten. Allemaal dat het is allemaal veel vertrouwder nu. Um, en als ik dan terug thuis ben, um, ja, weet je ook gewoon wat je kan doen en wat, wat je fijn vindt. En nu, als ik, ik, ik woon natuurlijk in Monaco, um, ja, gewoon lekker relaxed. En um, ik denk over de jaren heen ook, ja, dat ik daar ook vertrouwder in ben geraakt. En, um, hier zitten heel veel studenten in de zaal. Hè? En uh, studenten krijgen op het algemeen ontzettend veel beoordelingen van uh, leraren, van of ouders misschien wel, van medestudenten. Ze krijgen heel veel feedback. Um, wat is de feedback waar jij het beste bij gedijt? In welke zin? Want, uh, nou, ik, ik vraag me uh, af: uh, moeten mensen gewoon uh, keihard tegen je zijn en zeggen: Dit is niet goed of je moet dat beter doen? Of moeten ze meer uh, inspireren? Of moeten ze meer, ben je, is het seen by learning? Of op welke manier word jij het beste geraakt en geprikkeld? Om het anders of beter te doen. Uh, ik denk dat dat ook over de jaren heen is veranderd. Um, vroeger, toen ik kleiner was samen met mijn vader, moest er wel soms uh, geschreeuwd worden of uh, hard zijn. Ik, uh, ik denk dat ik over het algemeen altijd wel iemand was die redelijk uh, relaxed was, niet zoveel zei. En het leek soms alsof het me niet veel deed. En dan had ik mijn maar je hoorde het wel. Ja, nee, natuurlijk. Maar terwijl had ik wel mijn vader soms nodig van uh, wakker worden. Ik uh, kan wel één mooi moment herinneren, dat was. Uh, voor het wereldkampioenschap. En ja, ik, ik reed een beetje als een zoutzak in de ronde. Uh, toen kwam ik binnen. En toen kwam mijn vader naar me toe. Nou, ja, ik, ik had niet eens verwacht. Hij staat vol op mijn helm. En gewoon vol de aan. En ik dacht, ik zeg, zo, wat gebeurt hier dan? En als jij nu niet normaal gaat rijden, dan uh, pakken we in gaan we terug naar huis. Nou, even reality checken, even wakker worden. En uh, ja daarna het hele weekend alles gewonnen. Dus het heeft wel... Nee, het heeft wel, wel geholpen en uh, dat had ik soms ook echt nodig. En je vader moest aan ja. ziekenhuis voor zijn voor, voor zijn nee, nee hij was wel redelijk sterk, dus dat kon niet wel hebben, maar het is gewoon echt wakker. Uh, even ja, wakker. gewoon even ja, ja. Ik had het ook gewoon nodig, dus ik vond het ook niet erg. En nu op welke manier nee, had je nu heb nu? ik dat niet meer nodig? Nee, nee, ik denk dat ik uh, <laughs> zou een tv uh, zijn, ja, ja, <laughs> ja, uh, reality TV. Uh, ja. ja, nee, um, ik denk over de jaren heen dat je daar ook meer ervaring in krijgt hoe je dat zoiets uh, benadert en uh, ja, nu ben je zoveel met je engineers ook bezig dat het uh, gewoon meer op feiten is. Van uh, data kijken, wat kunnen we nog beter doen? En van mezelf is het gewoon omboords kijken, ook van anderen soms gewoon even ideeën op doen van hoe zij bijvoorbeeld bepaalde bochten aansnijden of dat soort dingen. Maar ook dat kan ook weer aan de auto liggen, hè, hoe die, hoe die aanvoelt. Uh, mijn auto, soms uh, moet je wat eerder inzuren, wat later inzien. Dus dat is ook weer heel lastig in te, in te schatten. Het is nu wat verfijnder, want het, alles ja, en, is verfijnder. Ja, over de jaren heen, je bouwt zoveel ervaring op dat je wel weet van in de eerste training als stand niet goed ging. Oké, okay, nou ja, ik hoef niet eens te kijken. De volgende keer als ik naar buiten ga, weet ik wat ik moet doen. Of wat ik anders moet doen. Frits, jij, kritiek. Hoe ga je hoe, op welk manier krijg je het beste feedback? Ja, ik Ik krijg natuurlijk heel veel feedback, want uh, uh, we zijn hier een bedrijf aan het besturen. Uh, waar we... Uh, Natuurlijk, ontzettend veel meemaken ook in de week, omdat het ook heel hard groeit en er heel veel gebeurt, heel veel ontwikkelingen zijn. En uh, wij willen graag winnen. En als we niet winnen, vinden we niet erg, als we weten waarom we hebben verloren. En, uh, want dan kunnen we het veranderen. En uh, zo mogen mensen met mij omgaan, maar zo probeer ik ook zoveel met mijn collega's om te gaan. En dan, ja, die moeten discussie wel scherp hebben, maar wel op feiten. En uh, uh, gewoon uh, er heel transparant in zitten, zonder enig gevoel van. Reserves en discussie in proberen te gaan. Daar heb ik een hekel aan. Ik ben gewoon een natuurlijk persoon. Gewoon open. En als jij tegen mij zegt: God, dit zit me niet lekker, ik vind het raar en die dingen die gebeuren kan het niet volgen, ik vind het een rare beslissing. Dan vind ik het fantastisch als iemand zoiets komt vertellen. Maar wacht er vooral geen jaar of een, of een maand mee, want uh, uh, dan, heb ik er wel een, dan heb ik er wel een hekel aan. ik, Zal ik hem pakken? Uh, voor? Je pak jij hem <laughs> Ik heb uh, een bordje voor jullie allebei. Heel simpel, er staat waar of niet waar. Ik heb een aantal stellingen en uh, aan jullie om uh, liefst tegelijkertijd, want dan hoeven jullie niet op elkaar af te kijken. Uh, waar of niet waar naar voren te draaien? Ik ben heel erg nieuwsgierig. Ja? Oké. Okay. Klaar? Waar Allereen. of niet waar? Stiekem droom ik er wel eens van om een jaartje iets totaal anders te doen. <laughs> waar? Hartstikke waar. Racen wil je? Ja. Lijkt ja, me te gek om een heel jaar dat te kunnen doen. <laughs> ja. Jij wil gewoon blijven rijden. Ja, op... ik, uh, ik doe wat ik leuk vind op dit moment. Dus uh, dat hoop ik nog wel uh, een paar jaar te doen. Kijk, oké. Okay. Ja, meer dan een paar jaar, maar oké. Okay. <laughs> ja. Twee, eerlijk hè. Als mijn moeder belt, neem ik altijd op. <laughs> ja, soms, uh, soms komt het niet uit. Dan zit ik op de simulator en dan kan ik niet opnemen. Ja, dat is iets ja. anders. Ja, ja, okay. Maar die bedoelt hij niet, hè? Nee, nee, nee. nee. Oh, ik, bedoel, ik bedoel die bewuste wanneer je in de auto zit. Oh, dat mag ook niet. Maar nee. wanneer je ergens zit, je ja. denkt: van, uh... ja, ja, ja. <laughs> Die. Is wel eens gebeurd. Oké. Okay. <laughs> <laughs> maar ik ben wel altijd terug. Oké, ja. oké. Okay. Ja, okay. okay. uh, deze heb je wel beantwoord, maar het is altijd leuk. Zonder mijn vader had ik dit niet bereikt. Duidelijk. Ik ben inmiddels gewend aan mijn bekendheid. Ik ben inmiddels bekend aan mijn lokale bekendheid. Je hebt 80.000 werknemers. Ik ben inmiddels bekend aan de bekendheid bij mijn 80.000 werknemers. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar, maar, maar ook, ook, ook zoiets is natuurlijk en uh, zo moet je wel iets over mogen vertellen. Want kijk, dit bedrijf begon in 1996 met één winkel en stoor je zelf nog in die winkel. En op een gegeven moment komen er twee en drie en vier en tien. En 500, 50, nou zitten we op 600, nog wat. He, en daar ook... 641. Daar 641, precies. Ja. zijn. vanmorgen heb ik die geopend in Tiel. Ja, staat daar. Voordat we hier waren. En, uh, en eind van het jaar zit we op 675. <coughs> dus ja, je groeit daar ook in. Um, en, uh, en ik benijd hem totaal niet. Want het is ongelooflijk uh, wat het met een mens doet om succesvol te zijn. En uh, de omgeving wil er blijkbaar altijd iets van hebben. Uh, en hij zegt net ook: ik ben al mezelf gebleven. Nou, dat denk ik dat ik dat ook zo wel kan stellen dat het bij mij het geval is. Alleen de perceptie van mensen verandert wel. Ja. Maar ik zeg: ik zal het over mezelf hebben. Ik ben nooit veranderd. Al die tijd niet. En uh, dat is altijd best wel Ja, is niet altijd even makkelijk om daarmee om te doen. Ik heb een volgende: ik doe regelmatig zelf boodschappen. Ja, ik doe niet zo heel vaak boodschappen. Ik ben ook niet zo vaak thuis, dus dan ga ik meestal ook uit eten of ik uh, laat het bestellen. Ja. Oh, dat zijn er wel hele mooie hoor. Hey. Ja? Ja, het is echt wel... Oh, het is wel een mooie ook. Um, ik was op school een voorbeeldige leerling. Nee, totaal niet. Nee, nee, tot... nee, nee. Nee, ik kan het ook gewoon eerlijk zeggen hoor. Want? Nee, nou, ik vond helemaal niks. Nee, ik. Uh, nee. Want? Ik vond het vreselijk om in een klaslokaal te zitten. Gewoon. Saai. Ja, ik, ik moest. Uh, nou ja, kijk, als je. Dan begin je naar school te gaan, zeg maar, officieel 6. Nou, ik denk dat ik de eerste twee weken alleen maar gehuild heb, smorgens. Om naar school te gaan. Uh, ik vond het echt verschrikkelijk. En dat was toen ik uh, 14, 15 was, nog steeds zo. Dus. Uh, huilend ja. naar school. Nou ja, even. niet huilend naar school, in, ja. maar gewoon echt met dikke tegenzin wel wakker worden en uh, daar naartoe gaan, ja. Ja, ik vond het veel leuker natuurlijk om. Uh, te gaan karten, en al die of, vrienden en. en... Al mijn, meeste van mijn vrienden zijn ook gewoon van het karten uit of van het race uit. Ja. Me voel je onbegrepen? Nee, niet onbegrepen, maar ik, 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 ik begreep gewoon niet waarom dat ik naar school moest. <laughs> en jij, Frits? School? Nou, mijn schoolcarrière was ook niet denderend. <laughs> maar ik ben uiteindelijk, ik heb het wel op een gegeven moment ontdekt. Oh. Uiteindelijk uh, heb ik mijn uh, bedrijfskunde gedaan en dat heb ik allemaal keurig gehaald. En ik ben het ongeveer tot mijn 25ste in de schoolbanken blijven zitten. Dus uh, dat was eigenlijk toch een hele tijd in één keer. Want ik vond dat, dat wat. Ik denk, als ik echt succes wil gaan maken van zo'n complexe business. dan moet ik daar wel een hoop kennis voor opsnijden. Want anders gaat dat niks worden. Uh, en uh, dat is uiteindelijk, denk ik, achteraf ook een heel wijs besluit geweest. Ik heb er nog twee: um, 21 Grand Prix per jaar is meer dan genoeg. Waar? Ja. Moet het het minder zijn? Nou, zeker niet meer dan 21, inderdaad. Ik wil ook gewoon, uh, weet je, wat het is, uh, dan uh, kunnen de, de monteurs op het algemeen gewoon een echt scheiden inzetten, want dan zijn ze alleen maar onderweg. Dus het is ook meer voor hun. Kijk, wij komen altijd één dag later aan, vertrekken een dag eerder weer. Um, dus dat, dat werkt gewoon niet. En ik vind het sowieso de, nu al enorm druk. Zou het iets minder moeten, 18? Nou ja, tussen de 18 en 21 is prima. De Jumbo Race Dagen. Zijn met niets te vergelijken. Dat is waar. Waarom zijn ze zo bijzonder? Het gebeurt nergens anders op deze manier. En als ik zie hoe mooi wij um, het merk van Jumbo kunnen versleutelen in die autosport, dat is natuurlijk uniek. We hebben meer dan 100.000 mensen die daarop afkomen. Er zijn heel wat Formule 1 Grand Prix's die zijn hartstikke jaloers op het bezoekersaantal waar wij voor een demonstratie krijgen, waar zij een hele Grand Prix voor moeten organiseren. En we hebben al die gezinnen erbij. We hebben de kinderen en de moeders. Ladies en die iedereen. gaan rijden. Ik zie hier na de ziek zitten. De ladies race natuurlijk toegevoegd. Fantastisch mooi. Om dat uh, ook uh, uh, op deze manier uh, te laten zien. Racen is ook gewoon voor iedereen. Doe maar met je mannen sport. Oké? Okay? Maar uh, wij op deze manier hebben we het ook weer breder kunnen trekken. Nou, en dat bewijzen we daar. En jij, Max? wat, wat Ja, nee, ik ben het helemaal mee eens. Wat ga je doen? Een paar donuts draaien sowieso. En uh, nee, ja, het is gewoon altijd heel mooi om... Om met een, uh, een Formule 1-auto natuurlijk te rijden, maar vooral ook met een, met een V8. Dus mooi geluid zit erin. Nou heb jij mij meegenomen op het uh, circuit in Zandvoort. Uh, ja. In een Golf. En Die... dan moeten we eigenlijk nog een keer overdoen met een echte auto, hè? Het is terug te vinden, dames en heren, maar ik schreeuw als een meisje. <laughs> Weet je wat mij toen opviel? Maar echt serieus. Hè? We reden gewoon in een, in een, in een normale straatgolf. Niks aan de hand, golf. Jij reed nog net niet met één hand. Weet je, deze. Ik weet niet hoe hard we gingen. 220 volgens mij op een gegeven moment. Uh, er kwamen letterlijk vuur kwam er uit die wielen. Ik, ik, ik werd gewoon bijna kotsend misselijk. En vooral bang. En van angst ging ik lachen. En jij was chill. Want ja. voor jou was het 13 vingers in je neus. <laughs> het, was, ja, het, is, het is natuurlijk niet te vergelijken met, met nee, zoiets. Nee, ja. dat snap ik. Dus dan... Uh, maar Stam. heb je ooit een moment gehad dat maar een beetje in de buurt kwam van het gevoel dat ik toen naast jou had? <lacht> <lacht> Waarom lach jij zo hard? <laughs> nee, ja. Nou, ik moet zeggen, de allereerste keer dat ik in een uh, Formule 1-auto nou stapte, had ik ook zoiets van, jezus, wat is dit? Het is natuurlijk niet normaal hoe hard dat zo'n ding accelereert. En ik weet ook nog wel um, de eerste keer dat ik naar buiten reed in uh, Japan, toen we van mijn vrijdag trainen, ik dacht... Al, ik accelereer al één keer even te kijken hoe hard dat zo'n ding accelereert. Ik dacht, nou, toen accelereerde ik, ging de eerste bocht niet Ik dacht echt van, hoe ga ik dit ooit op de baan houden? Hoe ga ik hier ooit een ronde mee rijden? Maar ja, dan uh, maak je het rondje af, krijg je wat meer gevoel in de auto. Want dat was ook de eerste keer dat ik in die auto stapte. En dan, ja, ronde, ronde na ronde krijg je steeds meer vertrouwen. Maar ja, toen kwam ik binnen en toen uh, kwam uh, de teambaas in dat tijd, uh, Frans Stoos kwam naar me toe. Rustig Max, rustig Max, maar... Die 130R, dus een volgas, denk ik, die moet volgas. En ik, ja, ik dacht, ik doe rustig aan, ik, hou, ik ga niet volgas door die bocht heen. Want ze gaat over de 300 al meteen. Maar die moest dus wel volgas. Dus ja, volgende run naar buiten. Maar die auto die was ik heel scherp aan de voorkant. Dus ja, ik had nog gewoon niet het vertrouwen. Ik was nog nooit over de 300 gegaan. De, de voor, volgens mij met een Formule 3 auto, 260, 270. Dus dan um, kwam die bocht, bocht af. Nou ja, meteen volgas er een, Maar ja beetje driftend er doorheen, maar ja, wel vol gas houden. Maar het was natuurlijk wel de eerste keer echt enorm indrukwekkend. En als ik er nu weer in stap natuurlijk, dan voelt het heel normaal. Dus je went ook wel enorm aan, aan die snelheid. Maar dat betekent, als jij dit nu zo zegt, uh, dat uh, zoals bij iedere sport, maar zeker bij Formule 1, vertrouwen is extreem belangrijk. Maar vertrouwen kan dus ook nog steeds verder groeien, ook bij jou nog steeds. Uh, ja, natuurlijk altijd met een nieuwe auto is het weer opnieuw vertrouwen opbouwen. Ik denk gedurende zo'n seizoen, um, ja, zoals nu voel ik me wel al heel goed in de auto. Maar ook dat kan natuurlijk altijd nog beter gedurende het seizoen. En, maar ja, dan met een hele nieuwe auto. Je zit toch altijd weer wat anders, stuurt je weer wat anders. Dus dan moet je het weer opnieuw opbouwen. Zoals aan het begin van het seizoen altijd met testen ook is. En vergeleken met vorig seizoen of het seizoen daarvoor, ben jij ook. Um, het klinkt misschien gek hoe ik het zeg, maar ben je ook in je hoofd rustig geworden door eerder te accepteren dat je die punten binnen moet halen? Nou, ik denk gewoon meer ook door de ervaring wat je krijgt over de jaren heen. Want dit is eigenlijk de eerste klasse waar ik meer dan twee jaar in rijd. Ook best wel grappig. Maar ja, van tevoren altijd na twee jaar, dan ga je omhoog. Karten ook, He, steeds een snellere auto, of kart. En hetzelfde met Formule 3, en dan stap je in de Formule 1-auto. Um, dus ik denk ook, alles wendt wat meer. Uh, je hebt natuurlijk heel veel dingen al meegemaakt. Goede dingen, slechte dingen. En dan kan je veel beter ook inschatten wanneer dat je hier risico's moet nemen of niet. Is hij een ondernemer? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Een ondernemer die, uh, die heeft toch de eigenschap dat hij uh, vaak ergens op het randje gaat zitten waar een ander van zegt ik zou niet zo ver gaan. En die zoekt toch ergens de limiet op waar hij zegt van, ja daar voel ik me nog steeds comfortabel. En daar vind ik het ja, iemand anders ziet het als risico, maar die ondernemer ziet het als van nee maar daar voel ik me wel eens comfortabel, want daar maak ik het verschil. Daar ben je als spot, denk ik altijd naar op zoek. En als ondernemer ook. Altijd, als, ik, als ik al die winkels hetzelfde zou maken als van andere van, van mijn uh, concurrenten, dan nee. maak ik geen ga ik niet doen. Ga ik s morgens niet meer opstaan. Dat kan ook niet. Net een stukje verder doen Net een klein beetje verder. Ik heb nog een aantal vragen van de studenten: uh, Robert van Dijken. Ja, ik ben Robert. Ik doe de opleiding af salesmanager op Noorderpoort. En mijn vraag was, wat denken jullie dat er gaat veranderen aan de Formule 1 in 2020? Uh, even kijken. Voor Fontje denk ik niet zo heel veel. Uh, voor 2021 op dit moment zijn ze bezig met de regels, maar daar is nog niet iedereen het uh, over eens. Dus uh, dat is nog altijd een uh, gaande discussie. Want natuurlijk, de topteams willen eigenlijk niet echt veranderen, omdat nee. het daar natuurlijk goed zit. Um, en de andere teams natuurlijk juist wel. En ook de inkomstenverdeling en zo, dat willen ze aanpassen. Dat gaat ook natuurlijk niet iedereen helemaal accepteren. Dus dat is een hele moeilijke discussie op dit moment. Dus uh, we gaan het zien. Hopelijk dat we in ieder geval elkaar beter kunnen volgen. Dat, is, dat zou al heel mooi zijn. Een van de dingen die je zei. Ja. Bijvoorbeeld de banden zou iets moois zijn. Zo. Ja, alleen ik denk dat daar niet zoveel verandering in komt. Okay. Uh, Isa? Mijn naam is Isa Roberts, ik zit op de IFA in Driebergen. En mijn vraag aan jullie is, uh, hadden jullie ooit getwijfeld dat jullie zo ver zouden komen? En welk doel hebben, willen jullie nog bereiken? Frits? Um, mijn droom was, toen ik met supermarkten begon, om ooit in mijn leven vijftig winkels bij elkaar te kunnen haringen. Nee. <laughs> nou, dat is en aardig toen, gelukt. Ja, dat is gelukt. <laughs> maar, maar toen ik daar uitsprak, zei zeiden even, nou, dat lijkt me sterk, want je mag blij zijn dat je er één of twee of drie misschien uh, levensvatbaar kan krijgen. Um, en uh, daar ging eigenlijk die, die 50 was veel sneller gehaald dan we verwacht hadden. En uh, nou, nou is het wat het is. Hè. Zo kijkt iedereen tegenaan. Maar wat het is net of wij dan geen droom meer hebben als er 650 of duizend of staat? Ik vind het heel leuk dat wij uh, dit jaar uh, ook het buitenland in gaan. Dat is ook al een wens die we al heel lang hebben. Ik denk met dit merk dat we veel verder kunnen als alleen Nederland. En wij gaan Waar? dit jaar onze eerste winkels open, openen in België. We spreken nog net dezelfde taal. Ik weet niet of we hetzelfde bedoelen. Daar is natuurlijk even af. Dat heb ik ook altijd met mijn moeder. Ik denk ook van nou bedoelt ze nou hetzelfde? Ik weet het niet. Dus daar gaan wij dan ook nog even ontdekken. Maar kun je je voorstellen dat wij dadelijk in België 15, 16 winkels hebben? En dat dat succesvol is. Hoe ver zal het dan nog gaan? En daar zit wel een beetje mijn droom. Misschien in Oostenrijk is er bij Helmoet om de hoek. Ja, ook mooi. zullen we over gaan hebben. Doenbol. Oké. En Max nog. Max nog? Ja. Um, ja, ik denk dat er altijd wel, wel twijfel is, omdat ja, je weet het nooit zeker. Er zijn maar twintig uh, mensen eigenlijk die uh, elk jaar in de Vermeenk natuurlijk kunnen rijden. Dus die twijfel was er absoluut. Um, alleen, ik was wel altijd met mezelf bezig van: ik probeer gewoon het beste uit mezelf te halen en dan, dan zien we het wel. Ik denk dat ik over het algemeen best wel relaxed ook altijd was. Maar wel als ik eenmaal mijn helm op had, er vol voor gaan. En dat heb ik ook altijd gedaan. En gelukkig is het allemaal, allemaal goed gekomen, natuurlijk. Maar ja, absoluut, er is altijd twijfel. Je moet wel in jezelf blijven geloven dat je het kan. Um, en nog dromen, denk ik in de autosport, uh, Formule 1 dan, ja, wereldkampioen worden. Dat is natuurlijk het ultieme doel. Uiteraard, ja. tuurlijk. Uiteraard. Ik denk dat iedereen die heeft uh, van de 20 careers, maar uh, ja, daar doe je het voor. Robin? Hallo, mijn naam is Robin Nagel. Ik volg de opleiding uh, Technisch Specialist Persoonauto's in Groningen. Uh, mijn vraag aan Max is: uh, Er zijn de laatste tijd veel jongere coureurs bijgekomen. Zou dat een soort van verstap-effect zijn geweest in de Formule 1? Um, ik denk over het algemeen dat wel een paar teams het aandurven nu om jongere coureurs erin te zetten, omdat ze natuurlijk hebben gezien dat het kan. Ik Denk van tevoren toen, uh, toen Red Bull mij tekende dat veel teams dachten: van ja, dat kan niet, veel te jong. Ze zeiden uh, het ook lukt niet. Een aantal. Ja, ze ja ze dus. Het dus ja. is altijd natuurlijk uh, ja, als je dan ziet dat het wel lukt. Ik denk dat ja, meer teams dat risico nemen. Risico eh, gewoon doen. Ferrari bijvoorbeeld. Ja, dat is wel heel mooi. Want Ferrari over het algemeen heeft dat nooit echt gedaan. Ja, dan moet je teruggaan naar 1960. Dus dat is alweer een tijdje terug. Um, het zal zeker geholpen hebben. Um, dus ja. De laatste. Uh, Alissa. Ik ben Alissa en ik doe de opleiding autotechniek. En mijn vraag was aan Max: welke technische ontwikkelingen je nu. ...volgt in de auto-industrie? Uh, in de auto-industrie... Uh, ...niet zo heel veel. Ik ben natuurlijk heel veel bezig met de... ...formule want daar wordt natuurlijk uiteindelijk ook heel veel... ...ontwikkeld voor de auto-industrie. Um, ik, ik hou er niet zo van... ...van elektriciteit, dus elektrische auto's... Vindt ik heb net weer... een uh, nieuwe elektrische auto, maakt ja. niet uit. Nee, ja, je was er heel trots op. Ja, dat ik ben heel trots dat vind ik heel op mooi. Dat is wel heel saai. Dat is heel mooi, maar ik hou er gewoon niet van. Nee, maar het is heel lekker. Geluid, heb ik heb van gewoon die ja. Ja, snelheid hm. toch wel. Hè? Is het is toch wat langzamer, hè, elektrisch. Frits, jij? Volg je het een beetje de technische ontwikkelingen in de auto? Ja, 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 ik vind het leuk. Ik ben zelf een techniek techniekfreak. Ik vind het ook leuk om veel met bezig te zijn, met techniek. Maar eh, ook wel een beetje wat Max ook zegt, ik heb ook niet zo heel erg veel met dat. Eh, al die elektrische auto's. Er eh, we moeten, we moeten wel een beetje brommen en zo. Er we moet wel een beetje geluid in zitten. Dat is leuk. Dat is veel leuker. Maar ik begrijp dat de wereld anders in elkaar zit. En dat we ook heel hard moeten ontwikkelen. aan Die kant op. Sterker nog, wij zijn als bedrijf een van de eerste die. Eh, echt een volledig elektrische vrachtwagen heeft, eh, heeft lopen. Volledig op accu's. Gewoon zo'n groot ding. En eh, samen ontwikkeld met, eh, met DAF en VDL. En dat is een geweldige ontwikkeling, want hierdoor kunnen wij denk ik wel gewoon 24 uur gaan beleveren binnen steden in eh, met een CO2-uitstoot van helemaal nul. Ja, dus we weten dat we die kant op moeten, maar als echt autosportliefhebber... Wil je toch eventjes. Ja, die... precies. Ik vond het mooi om, um, om jullie verhaal te horen, jongens. Ik bedoel, de studenten hebben hun vragen kunnen stellen. Ik denk dat dat jullie openhartig hebben geantwoord. Jullie waren echt heel erg transparant. Um, dankjewel, Frits van Eert, Max de Stappen, dames en heren. En uh, het is natuurlijk zo dat uh, Frits en Max jullie graag zien bij de, bij de Jumbo Race Dagen. 18 en 19 mei. Jij maakt een paar donuts. Wat ga jij eigenlijk doen? Ik ga kijken. En, kijken. Ik, ik, en ik wil gasten hier zijn. Er zodat zijn. iedereen het heel goed naar zijn zin gaat hebben. Ja, want nou, de ladies die hier zitten, die gaan rijden, Die hebben een, 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 al cursussen nu om dat te doen. Er uh, zijn allemaal demonstraties, karten, kids en nog veel, en veel meer. Dus uh, 18, 19 mei is iedereen van harte uitgenodigd. Dan zien jullie deze man in actie. En deze Frits man ook een actie? Ja, hij is er ook. Ja, dat weet hij niet. Oh, oké. Okay. Maar we gaan zelf ook nog... Eh... Nee, laat het hierbij houden. Dat <laughs> ja, was hartstikke gezellig. Nee, wacht even. Je zegt A, dan moet je ook B zeggen. Nou ja, goed. Uh, wij hebben het hier over de Formule 1, maar uh, ik uh, krijg ik zelf natuurlijk ook nog. Ik rijd het wereldkampioenschap in endurance. Dus ik rijd de 24 uur van Le Mans. Gaan we ook weer rijden dit jaar. En wij, uh, dat het toevallig ook zo mooi uitkomt, uh, gaan wij de laatste pitstops oefenen met die LMP2-auto waar we de 24 uur mee gaan rijden op Zandvoort. En we hebben het laatste keer een publiek laten zien, onze nieuwe layout voor de auto. En uh, gaan wij proberen te schitteren in uh, de meest historische race ter wereld, denk ik. 18, 19 mei. Dankjewel. Max de Frits. <applause> Thanks. Thank ja. Thanks. Dankjewel.